was nog best wel spannend, vond ik op zich. Ik was niet zo heel lekker weg bij de start. Ik was net te laat, want de wind kakte eruit. Er kan zoveel gebeuren met deze wind. Het is zo shifty. Je kan zo 3, 4 plekken winnen in één downwind. Dus ja, daar was ik wel af en toe een beetje bang voor. Ik ben gewoon bij haar gebleven en ook zelf gewoon goede beslissingen genomen. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik wou eigenlijk gewoon wedstrijden winnen, zoals nu de Prinses Sofia Cup. En ja, dat heb ik nog niet zoveel gedaan. Wel op podium, maar winnen is toch weer anders. Ik hoop dat ik deze stijgende lijn gewoon voor kan zetten richting het WK en het Olympisch testevenement.